Notre rêve, notre but, notre désir, c'est de faire quelque chose qui a du sens et que les gens, le public, emmènera quelque chose avec eux. Een gebouw dat je een beetje moet leren kennen in het begin, waar je weg in moet zoeken, dat stimuleert wel meer je geest, kan ik mij inbeelden, dan een saai schoolgebouw. Wat deze plek zo uniek maakt, is dat het een broeinest is. Een plek waar kunsten en kunstenaars en publiek daarvoor samenkomen. De rol van kunst in het algemeen is natuurlijk grenzeloos. Hè. Ze moet enerzijds mensen blij maken, maar anderzijds ook mensen confronteren, uitdagen, doen nadenken. En ik denk dat de Singel daar zeer goed in slaagt. De Singel is voornamelijk bekend omwille van zijn grote en kleinere zalen. Zalen waarin wij ons kunstenprogramma in de verschillende disciplines brengen. Er zijn de 700 studenten van het conservatorium die hier een hogere kunstopleiding volgen. Er zijn verschillende residenten, gezelschappen, artiesten waarmee wij dikwijls een jarenlange relatie hebben. Zoals Sidila Bisherkawi en Eastman of Champ d'Action, een laboratorium voor hedendaagse muziek. Daarnaast worden er tentoonstellingen georganiseerd die gaan over architectuur. Als directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium wou componist Peter Benoit meer dan studenten opleiden en kunstenaars vormen. Hij droomde ervan de hele bevolking te betrekken bij muziek, theater, dans en architectuur. Naar zijn idee werd bijna 100 jaar later de Singel ontworpen en gebouwd. Ik citeer uit de veelheid en de overvloed nu nog één gebouw, het Antwerpse Conservatorium. Dat is een mooi werk. Voor mij als studie is het werkelijk een zeer mooi werk. In 1968 werd de eerste steen gelegd naar een ontwerp van architect Leon Steyne. Niet zomaar een steen, maar een ware rots voor de kunstensector. Kunstzitte de Singel werd in 2002 door Stefan Beel uitgebreid tot een indrukwekkende architecturale realisatie. Met een bebouwde oppervlakte van 46.000 vierkante meter. Het eerste wat wij gedaan hebben als architect, Stefan Beel architecten, is uiteindelijk een deur plaatsen, de zogenaamde patattendeur. Een element uit steen in architectuur hernomen van negatief naar positief. En met de tijd is dan het programma gegroeid. Wat is er allemaal tekort in het gebouw van stenen? Je krijgt als het ware een natuurlijke vermenging van die verschillende functies, maar ook visueel. En dat kun je niet alleen door glas, maar tezelfde tijd door bepaalde perspectieven te creëren dwars door het gebouw, link je ook die zaken daadwerkelijk aan elkaar. Het gebouw kenmerkt zich ook door het gebruik van beton. Leon Steyne zei daar zelf over, ik denk in beton. En de Singel is dan ook het stenen testament van Leon Steyne, waarin al zijn ontwerpmethodieken en zijn ideeën in architectuur tot uiting komen. En de uitbreiding van Beel heeft daar eigenlijk volledig op ingespeeld. Het Vlaams Architectuurinstituut vertegenwoordigt eigenlijk het grote woord architectuur op het dak van de Singel. En we vinden het dan ook bijzonder fijn om in de Singel, vanuit de Singel te werken, omdat die plek zo interdisciplinair is. Ne serait-ce qu'un espace comme celui-là qui rassemble tous les arts, qui nous permet de travailler au même endroit, de croiser les autres arts, etc. Pour moi, c'est une forme de luxe. Dit gebouw zit vol herinneringen, anekdotes, verhalen. Iets wat mij toch nog altijd frappeert is dat als ik hier de gang doorga van de artiestenfoyer en dan de trap neem, dat ik altijd weer hartkloppingen krijg. En dat is echt van het moment dat ik hier voor het eerst op dit podium ging dansen. Ik vind het een heel inspirerende omgeving, omdat er zoveel verschillende dingen gebeuren. Personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup le Blauwe Zaal. J'aime beaucoup son acoustique. J'aime beaucoup cette scène très large. Donc, je me sens très bien.
telkens als ik naar de single kom, dan is dat wel een plezier voor mij. Omdat deze site is zo groot dat er heel veel bedrijvigheid is. Dus mensen zitten hier stil en je ziet collega's kunstenaars met andere dingen bezig. En dat stimuleert je als kunstenaar zelf om het ook te doen. En om, ja, het is echt stimulerend, je stimuleert elkaar. Jongeren die toch wel echt in een andere leefwereld zitten. En dan is dat wel heel mooi om te zien hoe die twee groepen met elkaar samenwerken en dat het toch wel klikt. En daarnaast is het ook gewoon heel tof dat ze bij een huis zoals de Single zich welkom kunnen voelen. You can come home anytime. Io ho visitato moltissimi teatri in tutto il mondo. Posso dire che senza nessun problema di flatterie, è un luogo raro, direi quasi unico. È un luogo di estrema eccellenza in una regione, in un paese di estrema eccellenza, artisticamente parlando. Het is een unieke plek waar ondanks alle verschillen iedereen elkaar verstaat. Waar kunst tot de verbeelding spreekt, met verstomming slaat, weerklank vindt en tot nadenken stemt. Een internationale kunstsite die je omarmt wie je ook bent. Ja, ik denk het bijzondere is ook dat je inderdaad als 18-jarige hier die grote mastodonten als Pina Bausch hebt gezien en Merce Cunningham en Castellucci. En dat je nu dus zelf ook je werk kunt tonen in de Single naast andere jonge makers. Dat die veelheid of dat breed spectrum, dat gewoon volledig gecoverd wordt hier. Dat is heel fijn. Je hebt de mogelijkheid als student, maar zo als docent eigenlijk ook, buiten je klas te stappen, 10 meters te gaan, een kaartje te kopen en een wereldklasse soliste te horen op het podium. Dat is pure motivatie en inspiratie voor studenten. Biedt een vrij bijzondere, unieke ervaring die in de 21ste eeuw alsmaar belangrijker gaat worden, dat het live is. Je ziet levende mensen voor je die iets vertolken en die zich de ene dag wat beter voelen, de andere dag wat minder voelen. En tegelijkertijd zijn die in staat, die mensen op dat toneel, om in levende lijven je te shockeren, je te ontroeren door dingen waar je van misschien nooit gedacht had dat je daardoor geschokt of ontroerd zou kunnen worden. The main emotion I always feel towards any public is some kind of, and I'm not trying to be so about any self-modesty, I always try, oh God, they really could have so many ways of spending a nice evening and they end up here. Wat er heel bijzonder is aan de Single, vind ik, is dat het een echt huis is, maar niet alleen een huis is, maar een huis dat ook een thuis biedt. Waar je je ook thuis voelt als artiest, als je daar aankomt, als je ontvangen wordt, als je komt spelen, hoe dat je omkaderd wordt. En dat hebben ze eigenlijk al die jaren lang volgehouden. En dat is, we spelen op heel veel plekken in de wereld en we werken ook op heel veel plekken in de wereld. Dat is uniek en zeldzaam.